We hebben het allemaal wel eens gezien, een illegale afvaldump midden in de natuur of op straat. Is dat asociaal of is dat soms puur een noodzaak? Wat vind jij van de wijze waarop wij omgaan met ons huisafval? En wat vind jij van de faciliteiten die door de gemeente wordt aangeboden? Kortom, wat ze praat op straat. Sommige mensen zijn in Twenteland genoodzaakt om een grof vuil eigenlijk in de natuur te dumpen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik keur het niet goed, maar ik heb er wel begrip voor. Nou, niet echt in de natuur. Ik vind dat een beetje voor mezelf te ver gaan. Ik zou zelf niet wat in de natuur dumpen. Maar als de gemeente wat meer doet voor grof vuil, dan is een heel groot probleem al opgelost, denk ik. Maar dat is gewoon verkeerd als je spul zo van je afgooit. Je moet gewoon netjes of naar de stortplaats heen brengen. Of netjes glas in de glasbak gooien en dat soort dingen. Als het gaat om grof vuil, tegen welke problemen loopt u persoonlijk? Nou, het probleem is gewoon heel erg groot, vooral voor mensen die alleen zijn. Want die kunnen nergens met hun spulletjes naartoe of ze moeten familie aanspreken. Maar dat wil je natuurlijk ook niet altijd. Je wil je kinderen niet zo graag lastigvallen. Daar vind ik eigenlijk wel dat één keer in de maand bijvoorbeeld, dat de gemeente langs komt om het grof vuil op te halen. Een oud kastje of een bed, noem maar op. Want dat staat dan in de weg. En oudere mensen ook, die weten dan niet waar ze ermee naartoe moeten. Dus ik vind dat een groot probleem. En wat denkt u dat de gemeente zou kunnen doen om dit in de toekomst te verhelpen, dit probleem? Nou, ik denk als jij de stadplaats iets goedkoper gaat maken, dat het misschien een oplossing zou zijn, denk ik. Is het misschien een mogelijkheid om, net als in het westen van het land, een soort mogelijkheid te bieden dat mensen online een afspraak kunnen maken en dat vervolgens het grof vuil aan de deur wordt opgehaald? Ja, misschien zou het helpen. Ik weet het niet, dus... Ja, ik denk voornamelijk omdat als het geld kost, dan wordt het gewoon minder snel gedaan. En als het gratis is, wat sneller gedaan. Dus je denkt dat het gewoon een ordinaire geldkwestie is? Ja, omdat niet iedereen heeft het geld natuurlijk. Niet iedereen heeft geld om... Laat maar zeggen dat ze het even snel op kunnen halen. Dat vind ik op zich wel een goed idee. Alleen, daar moeten wel echt ook duidelijk afspraken over gemaakt worden. Ja, zeker weten. Want dat was vroeger wel zo in Friezenveen. Toen was het nog geen gemeente Twenterand. En toen werd het grafvuil wel opgehaald. Maar op een gegeven moment was dat afgelopen. En ik vind voor heel veel mensen die... Ook mede door de corona overal, door wat voor oorzaak dan ook, die een hele krappe beurs hebben. En je moet grof vuil naar de stad brengen. Nou, 30, 40 euro is niks, want ik heb zelf al meegemaakt dat ik naar het grof vuil moest brengen. Maar dan dacht ik bij mezelf, nou, sorry hoor, maar dat vind ik niet normaal, die prijs. En wat denkt u dat een oplossing zou kunnen zijn? Dat is het gewoon vaker ophalen. Dat ze gewoon een briefje of via internet, een site van die en die datum komen we grof vuil ophalen. En dat ze dan langskomen. Ja, nou ja, ik vind het juist met name om een grof vuil wat men wegbrengt naar de stad. Daar heb ik de meeste problemen mee, want als er een ziekte in zit, er wordt niks gecontroleerd. Alles mag je neergooien. En als ik daar bij de stad kom, als je kijkt hoeveel rotzooi daar dan al ligt. Waarvan ik denk van, is het echt grof vuil? Nee, het is niet geselecteerd. Dat vind ik het ergste dus... Dus u vindt dat er eigenlijk ook nog eens te weinig op wordt toegezien? Er wordt te weinig op toegezien. En de aanbreng van vuil is ook maar beperkt in de week. En dat vind ik ook het ergste. En ook met name de openingstijden, dat vind ik ook zoiets... dat is heel te beperkt, vind ik. Want openingstijden zijn inderdaad nogal beperkt erbij gezien. Vind ik wel, ja. Vind ik heel erg hier beperkt. Dus het feit dat heel veel mensen nu nog met kapotte koelkasten of wasmachines op zolder zitten, is eigenlijk ook pure noodzaak vanwege de kosten? Ja, met de koelkasten, dat weet ik niet zo. Want er is in Friezenveen, in Westerhaar, is er ook wel een plek waar je wel een kapotte koelkast naartoe kunt brengen. Maar bijvoorbeeld met een bankstel of dergelijke dingen, dat kun je daar niet kwijt. En dus daar moet je gewoon mee naar de stort. Anders is er niet wat. Dus ja, en... Ja, als ze zo doorgaan en alles wordt zo duur, dan krijg je dit soort dingen. Dat zeg ik. Ik ben er geen voorstander van en ik keur het ook niet goed, maar ik heb er wel begrip voor.